Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En vandaag heb ik een hele nieuwe soort video. Ik heb namelijk nog nooit zo'n soort video gemaakt. Ik heb namelijk een what I ordered versus what I got. Ik heb namelijk nog nooit bij dit bedrijf besteld. Dus ja, ben ik daar weer erg nieuwsgierig. Dus vandaag hebben we een nieuw soort, hopelijk een goede ontdekking. Namelijk deze megadoos van Lumina. Deze kleding komt uit Italië. En het zag er op de site allemaal tiptop uit. Prijs, kwaliteit, verhouding zag er trouwens goed uit. De kwaliteit ziet er gewoon goed uit voor wat je betaalt. Dus dat is ook heel fijn. Ik merk gewoon zelf steeds meer dat het gewoon heel fijn is om een goed product te hebben. Waar je wat langer mee kan doen. En ze hadden echt heel veel leuke dingen. Ik heb echt een soort outfitje samengesteld. Ze hebben echt veel dingen wat je nu de laatste tijd voorbij ziet komen. Mooie pakken, leuke kleurtjes, blazers. Echt, I'm in love. Sommige dingen die ze zelfs hadden, zag ik zelfs op de Zara site. Heb je nou zin in deze video en ben je benieuwd naar de items? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet ook niet mij te volgen op mijn YouTube en Instagram. Allebei Sarah Verwoerd. Ik zie dat echt veel van jullie wel kijken, maar niet zijn geabonneerd. Dus ben jij nou geabonneerd? Stuur een screenshot op mijn Instagram DM. En de eerste 10 mensen ga ik terugvolgen. Love to connect with you. Oké, laten we ze nou gaan openen. Ik heb dit pakket letterlijk net binnengekregen. En ik was zo benieuwd. Ik dacht, ik moet meteen nu filmen. Gelukkig had ik de tijd ervoor. Looks very pretty. Echt, als het er zo uitziet, word ik gewoon al blij. Dit is toch te cute. Lumina heeft een particuliere website waar je gewoon als persoon op kunt shoppen. En ze hebben ook een retail website. Dus heb jij wellicht een webshop en zoek je nog een leuke retail, kan je ook zeker de website checken. Ze staan allebei in de beschrijving. Voordat ik alle outfits laat zien, wil ik je vertellen dat ze eigenlijk zowat alle outfits in heel veel leuke kleuren hebben. Ze hebben echt paars, groen, blauw, wit, crème, zwart. Dus check vooral. Als je denkt van wow, leuk pak, ik heb hem liever in het roze of in het blauw. Dat hebben ze, dus vergeet zeker niet de website te checken als je daarover twijfelt. En laten we nu maar gewoon snel doorgaan naar de outfits. Oké, ik heb echt super veel binnengekregen. Het zijn echt 10 outfits. En ja, het ziet er nu echt wel super veelbelovend uit. Dus laten we maar gewoon lekker gaan beginnen. Over het algemeen heb ik eigenlijk alle bovenstukken in de maat S en de onderstukken in maat M. De kwaliteit ziet er als eerst super goed uit. Je krijgt het dus opgestuurd met de hangers erbij, dus dat is ook heel erg fijn. En dit is echt gewoon een super leuk setje voor de lente en de zomer. En dit is een wat netter setje, dus laten we het proberen. Oké, dit is de eerste outfit. Moet je zeggen, het zit super lekker. De top blazer vind ik echt amazing. Hij zit echt een beetje oversized. Je zou er ook nog een ander topje over kunnen doen en hem dan open dragen als giletje. Het broekje zit ook super mooi aangesloten. Dat komt echt door die band die erachter zit. Dus die is ook heel erg leuk om met van alles te combineren. Hij heeft best wel wijd aan de onderkant, maar dat vind ik ook wel waar wat hebben. En ik denk als je dit gewoon met leuke Dr. Martens of zo, ik heb dus witte Dr. Martens, stelt, hoe leuk is dat? En dan gewoon zo'n felkleurig tasje erbij. De maten zijn in principe echt top. Ik heb normaal altijd maat M met de broek. Maar ik vind dat oversized ook wel wat hebben of zo. En de topmaat S zit dus ook helemaal goed. En het zit echt super fijn. Even iets nieuws of zo. Ik heb echt totaal niet zoiets. Dus ik vind het echt wel heel erg leuk. Het heeft ook leuke schoudervullingen. En het broekje zit ook heel erg mooi aangesloten. Dus dat is heel erg fijn. Dan door naar de volgende outfit. Dit is een superleuk kleurtje, namelijk een paarse kleur. Ik heb nog helemaal niet een paarse blazer of iets. Dus dat is echt vet leuk. En het is gewoon een heel pak. En ja, hoe leuk te combineren met gewoon een normaal shirtje eronder. Ik heb dit superleuke crop topje. Deze heb ik trouwens in de maat M, want die zag er wat klein uit naar mijn idee. Dus die heb ik in maat M. Maar hoe leuk om te combineren met zo'n pak. Echt, I'm in love. Gewoon leuk. De kwaliteit ziet er ook echt goed uit van de blazer. Deze blazer is bijvoorbeeld €75. En ja, bijvoorbeeld bij Naked kan je soms wel €100 kwijt zijn voor een blazer. Dus de prijs-kwaliteit verhouding is echt ideaal. Oké, dan dus het paarse pak met de super leuke top. Voor de top moet je echt wel een witte strepjes BH aan. Dus ja, verder helemaal leuk. Hele leuke top, kan je echt met van alles combineren. Je ziet hier ook weer zo'n mooi detail aan de bovenkant. Super mooi aangesloten. Hier ook. Zit super fijn door die band.
Met het jasje erbij. Hoe een leuk pak. Even serieus. De onderkant is ook weer hier een splitje. Heel erg leuk. Kan je dus leuke chunky sneakers onderaan. Echt love it. Dan deze set. Deze top heb ik dus ook op de Zara-site gezien. Kijk hoe mooi dit is. Aan de voorkant is het dus zo. En aan de achterkant is hij zo geknoopt. Het is van satijn, maar het voelt wel echt als een goede stevige stof aan. Deze heb ik dus bijpassend met de satijnen broek. Echt mega zacht. Niet normaal. Op uit. Aan de achterkant heeft hij ook nog een beetje een stretch. Maar je kan er dus ook een riem omheen doen. Maar hoe gaaf is zo'n pak op elkaar voor van de zomer. Oké, ik ben officieel verliefd geworden op dit pak. Dit is toch niet normaal leuk. Hoe mooi is dit? Ik vind die top echt geweldig. Die top is sowieso echt met van alles leuk te combineren. Het zit ook gewoon echt super comfortabel. Het is echt alsof ik gewoon een pyjamabroek aan heb. Het is echt niet normaal hoe lekker het zit. Ik zou hieronder denk ik wel iets van boobtape doen, dat het wat beter op zijn plek zit. Maar dat heb ik helemaal niet. Maar hoe mooi is dit pak? Ik vind het echt helemaal amazing. Het is echt een van mijn favorieten eigenlijk tot nu toe. Ik heb echt weinig met merken dat het zo goed aan mijn lichaam past. Maar dat is in ieder geval voor mij dan. Love it! De volgende outfit is ook weer een pak, maar deze heb ik in het wit crème. Ik heb dus nog helemaal gewoon geen witte of crème kleurige blazer, dus I need it. Topje heb ik in de maat S en blazer ook S, broek ook M. Zoals ik al zei, heb ik eigenlijk alles broek sowieso in maat M. Kijk hoe leuk dit zijn bij deze broek. Ziet er mooi uit, van achter ook weer een stretchband. Mooie kleur. Dus dit leuke pak en daarbij dacht ik leuk een felkleurig shirtje eronder om het toch een beetje op te fleuren. Maar dat hoeft natuurlijk niet. De kwaliteit ziet er ook weer echt super mooi uit. Dus heel erg benieuwd hoe dit gaat staan. Dan over naar het pak. Hoe leuk is deze broek? Hij zit echt perfect. En hoe leuk te combineren met deze top. Ja, het is gewoon echt fijne kwaliteit en super chill dat hij dus zo'n rekbare achterkant heeft. En daardoor... Pas het sneller dan de blazer eroverheen. En hoe leuk pak heb je? Je kan het pak natuurlijk ook gewoon zo dragen. Zonder met een ander kleurtopje. Leuk voor een white party bijvoorbeeld. Als je echt een oversized blazer wil, dan zou ik maat M of L kiezen. Maar ik vond voor zo'n passend pak juist wel gewoon dat het echt mooi aangesloten zit het leukst. Het is nog niet eens gestreken en het ziet er echt wel mooi uit. En het heeft lang in een doos gezeten, dus... Dan eigenlijk hetzelfde pak als in het begin, maar dan in deze kleur. En ja, ik vond dit pak zo leuk. Ik denk, ik ga hier zoveel aan hebben in de zomer en in de lente. Dus ik dacht, ik wil hem in twee kleurtjes. Dus in het wit en in een bruinige kleur. Heel mooi, ziet er ook weer netjes uit. En ik dacht wel leuk om te combineren met zo'n topje. Dit is sowieso al gewoon een leuk topje om te hebben. Kan je ook gewoon leuk boven een boekje doen voor in de zomer en zo. Cut-out detail, heel erg leuk. En deze heb ik dus ook in maat M. Dus... Oké, dan dus weer ditzelfde pak, maar dan in een beige kleur. En een leuke top eronder. Ik denk dat ik dit nog wel leuker vind. Maakt het gewoon even wat speelser of zo, als dan echt zo'n... Ja, statisch pak dat zo een beetje op elkaar zit. Ik vind het wel leuk om hem juist open te dragen. Het broekje zit ook weer echt super mooi. Dus ja, het is echt leuk om alles een beetje te mixen en matchen en te combineren. Ik vind het echt wel wat hebben dat het ook wat wijder is. Volgens mij wordt dat ook steeds maar in gewoon echt zo'n wijd broekje. Ik vind het heel leuk. Perfecte maat ook weer. Nog een pak en deze heb ik in het zwart. En deze heeft leuk detail met bruine strepen. En ja, dit kan je natuurlijk als pak dragen, maar je kan het natuurlijk ook allebei heel erg leuk gewoon los combineren. En de blazer ziet er ook echt perfect uit. Een beetje oversized, dat is wel leuk. En zo'n blazer is sowieso leuk om over van alles heen te gooien. Heel erg benieuwd. Oké, dan het zwarte pak. Deze is eigenlijk ook hetzelfde als de witte. En het paarse pak, alleen dan dus in het zwart.
met die leuke detaillijnen. Ik heb er nu even een witte top onder gedaan, die ik ook heb gekregen. Want anders stond ik hier in mijn BH. Maar je kan dit echt combineren met van alles. Het zit echt heel mooi. Je hebt ook echt een goede ass in die broeken. I love that. Het is gewoon heel leuk voor werk en stage. Dus een splitje hier. Echt top. Het zit echt heel lekker ook. Dus dat is heel fijn. Schijnt niet door. Zit mooi. Maten zijn goed. Ja, over die pak heb ik echt vrij weinig te zeggen. Omdat ik er echt van hou. En ik denk met veel liefde gedragen. Super, super nice. Dan de volgende outfit is weer met een leuk kleurtje. Als eerste het leuke topje. Dit is gewoon ja, een wit basic top. En dan deze blauwe pantalon met super wijde pijpen. Love it. Met zo'n chunky sneaker eronder. Echt super gaaf. Amazing al die kleuren. Ik word er gewoon helemaal blij van. Ik ben zo blij dat het nu een trend is. Oké, dan deze blauwe broek. Hoe leuk. Deze zit ook echt perfecto gewoon. Topje zit heel leuk goed. Echt met van alles leuk te combineren. De broek zit overal in mijn middel echt goed aangesloten. Ik heb dat echt bij weinig broeken. Echt super wide leg. Maar ik vind dat juist wel wat hebben of zo. Ik vind het echt leuk. Dus gewoon een strak topje erop heb. Een chubby sneaker eronder. Leuk felblauw kleurtje. Ja, ik vind het echt wel wat hebben. Het is een andere soort broek als die andere, maar heel erg mooi ook. Zit heel erg fijn. Dan heb ik hier nog een heel leuk zomers luchtig setje. Als eerst deze blouse. En deze is dus cropped. Maar ja, dit is ook alles leuk te combineren. Hij heeft hier zo'n soort detail dat het echt krop blijft zitten. Heel chill, want normaal krop ik mijn blouse ook altijd zo op. Een beetje onder mijn BH zitten kroppen. Maar deze heeft het dus gewoon al uit zichzelf. En daarbij deze mega leuke broek met gouden details. Als je dit kunt zien, heeft deze dus gouden strepen. Heel mooi en luxe. Het zit echt als zo'n heerlijke luchtige strandbroek aan. Zo heb je echt zo'n leuke beach party of zo. Heel erg cute setje. Oké, dit vind ik ook heel leuk. Als eerste blouse. Super, super cute. Kan ook echt op van alles. Broek zit ook echt weer top. Hij is wel een beetje doorschijnend. Ik heb nu een groene string aan. Dus ik kan hier beter gewoon een witte of crème kleur string onder aan. Verder wel heel leuk. Super leuk. Echt voor een beach party of zo. Helemaal leuk. Lekker los, lekker luchtig. Hoe leuk met de gouden details. Zit ook weer mooi aangesloten. Echt helemaal, oh my god. Helemaal top. Superleuke blouse. Ik zie mezelf nog helemaal planeren. Het is eigenlijk echt nog in één item dat me is tegengevallen. Ik vind het niet normaal. Ik had echt niet verwacht dat het allemaal zo perfect zou zitten. Echt jongens, als je meer dan shoplog kijkt. Ik heb altijd gezeik met broeken. En ik heb nog gewoon nog nooit broeken gehad die zo strak om mijn middel zitten. En zo perfect om mijn kont heen passen. Ik ben echt gewoon serieus. Ik ben gewoon echt verbaasd. Gewoon echt holy shit. Gewoon hoe kan het? Hoe is het mogelijk? Ik dacht echt, al die broeken ga ik nu niet passen. Maar ik pas gewoon allemaal. Yay! En dan als laatst alleen nog los heb ik deze top. En ja, deze heb ik natuurlijk ook in een beige kleur. Ik vond hem zo leuk. Ik dacht, dit moet ik gewoon hebben. Hoe leuk is dit om gewoon aan te hebben met uitgaan. En gewoon op een pantalon of zo. Echt, I need it. Ik dacht, met een bijpassende broek wordt het wel heel heftig. Maar zo'n losse top is ook heel erg leuk. En dan dus dezelfde top ook in het groen. Ik vind hem in het groen misschien nog wel leuker. Ik vind het zo leuk. Staat ook echt super cute op deze broek. Ook echt een... Oh, deze hangt er nog uit. Echt een heel leuk setje dit. Dit is echt gewoon zo'n leuk uitgaansoutfit in de zomer. Hoe leuk, besef. Achter dus zo mooi open rug. Maar kijk hoe leuk. Echt super leuk outfitje ook. Wat een geslaagde zooi. Ik ben zo blij. Woe! Dit is dan alweer de video What I Order versus What I Got. Ik ben echt bizar positief over het eindresultaat. Ik had nog nooit van het bedrijf gehoord of het merk. En ja, daarom was ik gewoon heel erg benieuwd. Je betaalt wel wat voor het product, maar krijg je ook voor wat je betaalt. En ik kan zeker zeggen, dat krijg je. Ik geef het overal een 8,5 van de 10. Ze hebben super veel leuke kleuren, spelen goed mee op de trends. En ja, de kwaliteit voelt gewoon goed. Het ziet er gewoon mooi uit. Het past goed, de maten zijn kloppend. Dus dat is echt heel erg fijn. Ik wil Lumina heel erg bedanken voor de kleding. Ik ga het echt met veel plezier dragen. Jullie gaan het vast wel zien
in mijn vlogs. Vergeet me ook zeker niet te volgen op Instagram. Ik plaats er namelijk vaak mijn outfit today's. Dus dan kan je zien hoe ik de items ga stylen. Echt heel erg positief verrast. Ik word altijd helemaal happy als ik nieuwe kleding heb. En het past en het zit goed en het zit mooi. Vergeet zeker niet dus de website van Lumina te checken. En te volgen op Instagram. En ja, vond je de video nou leuk? En moet ik dit vaker doen? Heb jij een webshopje denk van zo, daar moet je gaan bestellen. Of het nou gewoon echt klopt is. Ja, wat je op de site ziet en dan in het echt krijgt. Vond je het nou leuk? Geef dan een blauw duimpje omhoog. En wil je nou nog meer van me zien en niks missen? Vergeet dan zeker niet op de abonneerknop te klikken en de notificatiebel aan te zetten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!